Dit is de Noordkaap, het noordelijkste puntje van het vasteland van Nederland. Mijn doel is om binnen 30 uur van de Noordkaap naar het zuidelijkste puntje van Nederland te rijden op een trekker. En de tijd gaat nu in. Mijn trekker is mooi, comfortabel, splinternieuw, maar vooral fucking langzaam. Topsnelheid 25 km per uur. Dat wordt leuk. En als het mij lukt om deze opdracht binnen 30 uur te volbrengen, dan adopteer ik een koe. Niet zomaar een koe, maar deze koe. Koelvijn. Ja, dat klinkt misschien als een grap, maar nee, ik ben bloedserieus. Je kan gewoon een koe adopteren. En dat geld gaat dan naar de boer, zodat hij chille shit kan kopen voor zijn koeien. Dus als deze challenge binnen 30 uur lukt, ben ik straks adoptieouder van Koelvijn. On the road again. Going places that I've never been. Ja, hier is het nog lekker rustig, maar het zal niet lang meer duren voordat het niet meer zo leuk is. Ik begin wel een beetje in die hypnosefase te komen, zeg maar. Mijn trekker is stuk. Dus blijf vooral kijken. Na een uurtje gereden te hebben, kwam ik iets tegen wat ik serieus nooit had verwacht. Nee, dat gaat niet goed. Containertje staat gewoon even in de fik. Jezus, jullie container staat in de fik. Ja, ik bel mijn moeder. Ik ga gewoon 112 bellen. Goeiedag, staat hier een container in de fik. Misschien handig als jullie even komen kijken voor het geval dat het uit de hand loopt. Ik zet mijn trekker even weg, want als de brandweer straks moet komen. Nou, dit maak je dus mee, hè, als je op een trekker door het land krast. We zijn net een uurtje onderweg, meteen als sensatie. Het is niet mijn schuld hoor. Mijn doel met deze video is niet alleen om deze opdracht binnen 30 minuten te voltooien, maar ik ga ook op zoek naar het leukste dorp van Nederland. Hoi! Kijk, het komt natuurlijk door allemaal van die kleine plaatjes en dorpen waar ik normaal gesproken nooit langs zou komen. Maar ik kan natuurlijk onmogelijk in elk dorp van Nederland stoppen. Dus ik heb er 3 uitgekozen door Nederland heen waar ik even ga stoppen om te kijken of het daar gezellig is. Ja, en voor ik het wist was ik gearriveerd in het eerste dorpje. Het prachtige Groningse Ten Boer. Hallo Ten Boer! Zijn jullie ook echt het leukste dorp van Nederland? Wie kan wat doen? Wie heeft spullen? Ten Boer is gewoon lit. Het is gewoon super lit. Het is altijd gezellig. Hartstikke leuk. Ja, dit is mooi. Ten Boer was helemaal de shit. Een band met zanger, popcornmachine, suikerspinmachine, springkussen. Wauw. Ik kon hier uren blijven, maar ik moest door. Ik had nog een lange reis voor de boeg. Ik had het tempo er lekker in zitten. Helaas dachten de auto's achter mij daar anders over. Even wat anders, want ik hoor je denken... Waarom ga je van Noord naar Zuid-Nederland op een trekker? Is het niet tractor? Nee! Het is niet tractor, het is trekker, godverdomme! Wij zijn gewoon trekker, ja! Ja, ik weet het, een beetje overdreven reactie. Maar om te begrijpen waarom ik dit ga doen, moeten we even terug naar vroeger. Ik, Kelvin Calvijn Boerma, ben opgegroeid op een boerderij met koeien. Koeienstront, koeienkak, koeienscheid en... trekkers. Maar op een of andere manier reed ik eigenlijk nooit echt op die trekkers. Ja, weet ik eigenlijk. Hoezo zit ik eigenlijk hier? Wat is dit voor interview? 10 jaar geleden zat ik met mijn broer op de trekker. Toen hij plotseling tegen me zei... Hey, rij jij anders even. Dus verwisselden we van plaats en deed ik alsof ik precies wist hoe het moest. Ik liet de koppeling niet goed opkomen, waardoor de trekker in één klap naar voren schoot en er iets kapot ging. Eenmaal binnen moest ik mijn vader vertellen dat de trekker stuk was gegaan. Waardoor hij me recht in mijn ogen aankeek en de woorden sprak... Kelvin, dit was de laatste keer dat jij ooit nog op een trekker zou rijden. Hey, wie schrijft hier die voice-overs? Want zo heftig was het allemaal niet hoor. Ik bedoel, ik had hem wel stuk gereden. Maar mijn pa reageerde helemaal niet zo heftig. Vanaf die dag was ik een ervaringrijker. Ik zou nooit meer op een trekker rijden. Oké, dit is niet eens meer mijn stem. Waar slaat dit op? Maar in deze video neem ik afscheid van mijn trauma. En rijd ik van Noord naar Zuid-Nederland op een trekker. Oké, zullen we beginnen? Dat was misschien een tikje overdreven, maar het is wel degelijk zo dat ik vroeger een redelijke blunder heb gemaakt op een trekker. En dat ik sindsdien eigenlijk niet echt vaak meer op trekkers heb gereden. Dus ga ik vandaag mijn boeren street cred terugverdienen. Let's go! Als het goed is ben ik binnen een uur in het tweede dorp genaamd Havelte. Maar onderweg naar Havelte kwam ik iemand tegen met de mooiste achternaam ooit. Hallo, bent u mevrouw Boerma? Ik ben mevrouw Boerma. Ik ben meneer Boerma. Okay. Aangenaam kennis te maken. Omdat u zo'n mooie achternaam heeft, dacht ik, geef u gewoon even een cadeautje. Ik reed langs, ik zag dat hier mijn achternaam stond. Toen dacht ik, nou. Ja, waar komt u vandaan, meneer Boerma? Uit Groningen, op mijn trekker. Nou, wat een mooie knecht. Potverdorie, hé. Een hele leuke trekker. Oh, wat toepasselijk. Ja, met een aanhangwagen. Veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Weer me blij gemaakt. Zo'n mooie achternaam. Na deze goede daad reed ik rustig door.
heerlijk om in alle rust en vrede te genieten van het prachtige Hollandse landschap. Ja, ook. Lekker, lekker. Oh, ja, ja, ja. Gelukkig duurde deze bijna doodervaring niet lang en kwam ik eindelijk aan in het tweede dorpje. Havelte, laat je horen! Is Havelte het leukste dorp van Nederland? Ja! Er is een snackbar, er is een zwembad, alles mag hier gewoon. Bier drinken, kabel schieten, alles, kan hier alles doen. Ja. Iedereen kent elkaar. Ik moet zeggen, ik moest wel even wennen aan de manier waarop ik onthaald werd in deze dorpjes. Ik voelde me net Sinterklaas, joh. En ja, wat doet Sinterklaas? Inderdaad. Cadeautje geven. Dag jongens. Het is één cadeautje, maar jullie moeten maar geen ruzie maken. Die pakt hem. Verdorie. Oh, kijk eens. Dit is een mooie. Ja, die is wel nog wat mooier dan die van mij eigenlijk. Nou jongens, veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Ik moet nog helemaal naar Zuid-Limburg, dus ik ben nog wel even onderweg. En het is leuk voor het shot, als ik wegrijd, dat jullie even zwaaien. De avond viel en ik kwam tot de realisatie dat ik al 12 uur onderweg was. 12 uur onderweg? Ik voel me eigenlijk wel lekker. Ik geniet van het uitzicht, ik geniet van de weggetjes, ik geniet van het onbekende pad. Deze trip, nou, ik kom op plekken waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden, joh. En net toen ik dacht dat er niks meer fout kon gaan, gebeurde dit. Wat is dit nou weer? Mijn trekker is stuk. Ik denk, wat hoor ik voor geluid, joh? Deze. Ik snap dat jullie dit heel aantrekkelijk vinden om mij zo hier te zien. Terwijl ik hier eigenhandig deze trekker even aan het maken ben. Ik heb ook mijn eigen OnlyFans waarin ik andere voertuigen repareer. Volgende week upload ik een video waarin ik een grasmaaier ga repareren. Zonder shirt. Dus hey. Uren reed ik door de nacht heen op weg naar het zuidelijkste puntje van Nederland. En hoe later het werd, hoe lager de temperatuur. Het is 3,5 graden. Het is niet heel warm. Zeker niet als je op een trekker zit. Zonder verwarming en zonder cabine. Het is 2:30 en ik heb toch maar even de trekker langs de weg ergens in een soort van woonwijkje gezet. Ik moet gewoon eventjes, 5 minuutjes, even chillen. Ik ga niet slapen of zo. Gewoon even rustig zitten. Weet je wel, dat kan toch geen kwaad, joh. Oh. Oh, fuck. Oké, misschien had ik een paar uurtjes geslapen en misschien had ik ook wel een hotel. Na een uur rijden was ik in Brabant. Wij gaan volgen. En ook in Brabant verdienden de boeren cadeautjes. Goedemorgen. Af en toe kom ik onderweg een boer tegen en dan wil ik die graag even een cadeautje geven. Ik weet alleen niet wat het is. Ik vind het prima. Oh jeetje. Ja, moet ik even binnen uitleggen? heeft u een vrouw binnen zitten? Ja, ja. Okay. Hartelijk bedankt. Ja, hartstikke mooi. Ja. Zo. Het is toch altijd handig een zakmes? Of bent u niet blij met de zakmes? Wel, we gaan balen lossnijden. Kijk, hartstikke handig. Ik had nog minder dan 5 uur om bij het zuidelijkste puntje van Nederland aan te komen. En ik moest ook nog langs het derde en laatste dorpje. En misschien is dat wel Helden. En de naam alleen al schept hoge verwachting. Helden, ik ben Inge. Zo, hallo hé. Hey. Jongens, ik ben op zoek naar het leukste dorp van Nederland. Jullie zijn nog iets te jong voor pils, maar jawel. Maar ik heb het allerbeste drankje ter wereld meegenomen. Ja, jij krijgt het eerste blik. Applaus voor deze legend, jongen. Applaus. Ja. Maar weet je waar ik helemaal vandaan ben gereden? Zuilen of noordelijkste puntje, hè? Ja, dat klopt, ja. Het was zo gezellig in Helden dat ik helemaal de tijd was vergeten. En ook kwam ik tijdens het tanken achter een schrikbarende ontdekking. Volgens de klok heb ik ongeveer nog 3 uur te gaan. En ik moet nog 70 à 75 kilometer. Ik rijd 25 kilometer per uur, dus je hoeft niet heel goed te kunnen rekenen om er dan achter te komen dat het een beetje krap gaat worden. Inmiddels was ik al 29 uur onderweg en ben ik door plekken gereden waar ik nog nooit van gehoord had.
Aan het begin van mijn avontuur vond ik het irritant dat mijn trekker maar 25 km per uur kon rijden. Maar tijdens mijn reis ben ik het gaan waarderen. In mijn dagelijkse leven vlieg ik met topsnelheid van hot naar her en vergeet ik vaak van het moment te genieten. Maar deze keer kon ik eindelijk de tijd nemen om van het prachtige Nederlandse landschap te genieten. En niet alleen van het landschap, ook van de mensen, de dieren en, daar komt-ie, de dorpen. Want godsamme, wat ben ik enthousiast onthaald in Ten Boer, Havelte en Helden. In alle drie de dorpen voelde ik me meteen thuis, maar er kan natuurlijk maar één de winnaar zijn. Het dorp wat zichzelf van mij vanaf vandaag het leukste dorp van Nederland mag noemen, is... Ten Boer, papies. Shout-out Ten Boer, man. De andere dorpen waren ook gezellig, waren ook leuk, maar Ten Boer had die samenhorigheid, weet je wel. Ze hadden alles uit de kast getrokken. Band, orkest, en er was zelfs een trekker. Nou, echt. Ten Boer, jullie zijn de verdiende winnaars. Ik roep jullie uit tot leukste dorp van Nederland. Binnen 30 uur van het noordelijkste puntje van Nederland naar het zuidelijkste puntje van Nederland op een trekker. Is het mogelijk? Ik heb onwijs genoten van dit avond. Maar omdat ik zo heb geleefd in het moment en niet echt bezig ben geweest met de tijd, gebeurde dit. Ik ben er! Kom dichtbij. Telt dit? Nee, hè? Maar goed, volgende keer beter!